Ik werd hiervoor benaderd vorig jaar al en een paar maanden later overleed Frans Molenaar. En Frans had Alzheimer. En ik dacht, hoe kan ik er nou iets mee doen waardoor ik ook die link naar Frans ermee zou kunnen maken? En door eigenlijk in zijn, toch in zijn oeuvre te putten. En Frans was ook iemand die heel erg graag werkte met zwart-wit en dat soort dingen. Aan de ene kant heb je een sok zwart-wit van Frans Molenaar en aan de andere kant een blauwe degradé sok van mij. En waarom is dat? Met het dragen van de sokken komt gewoon het gesprek op gang. En dat is uiteindelijk wat we willen bereiken met twee verschillende sokken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat met de verkoop van die sokken er gewoon een groot bedrag wordt opgehaald, waardoor we een onderzoek kunnen versnellen, waardoor hier een betere oplossing voor kan worden gevonden.